Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 29 november onder meer Stapel op Sint, Uitslag Boxquiz en nieuwe carnavalsingle Dorinis. Houden we van blije klanten. Daarom kun je sparen voor het gratis boodschappenpakket ter waarde van 50 euro. Daar zit van alles in voor iedereen. Beste wafels. Die is voor mij. Nee. Niet zo flauw, joh. Nu bij Plus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws. DBC Nieuws is een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Sinterklaas logeert ook dit jaar weer op Kasteel Stapelen. Alle kinderen zijn welkom om hem een bezoekje te brengen. Door de week is er een speciaal programma voor de basisscholen, maar in de weekenden staan de kasteeldeuren open voor iedereen. Het is er dan ook een drukte van belang, want wie is er nu niet stapel op Sint? Bij de ingang van Park Stapelen zorgen vrijwilligers ervoor dat auto's zoveel mogelijk buiten het park blijven. Met de fiets of te voet komen is dan ook het slimst. Er staan een heleboel kinderen en volwassenen te trappelen van ongeduld om naar binnen te kunnen. We zijn hier op Stapelen bij Stapel op Sint. Het is de eerste weekenddag en die is tot nu toe fantastisch verlopen. Vanochtend waren er al ruim 300 mensen. En de eerste stonden om 9:30 al op de brug, terwijl Sint toen nog zijn tukje aan het doen was. Hallo Piet. Hallo. Ik dacht dat Amerika veel groter was. Ja, nee, Poetspiet heeft een tijd gewassen. Nee, grapje, dit is Chico, dat is het vriendje van Amerika. Kunnen de Pieten kunnen oefenen met op het dak lopen en zo, want ja, niet iedereen kan met Amerika rondlopen. Maar hey, is dat Amerika niet? Oh, er is ook zoveel te beleven op het binnenplein. Je komt gewoon ogen tekort. Tijdens Stapel op Sint is er van alles te beleven voor de kinderen. Zo kun je leren hoe je op een schoorsteen moet klimmen. En je kunt samen met de Pieten de beste pepernoten van Nederland leren bakken. In de slaapkamer van Sinterklaas is het ineens heel erg stil. Mag ik jou iets vragen? Waar zijn we nu? Bij Sinterklaas op de slaapkamer. De slaapkamer? Ja. U heeft het vast heel druk. We hebben het stervensdruk, moet ik zeggen. Ja? Dus ongelooflijk veel kindjes hebben vanmiddag op bezoek. Ze zijn allemaal heel enthousiast. Dus ik ben echt blij dat ze vandaag komen. Het is wel een vermoeiende dag, maar het is wel heel erg gezellig. Hè? Wilt u snel nog iets zeggen tegen de kinderen van het DBC-nieuws? Kindertjes, hou je schoentjes goed in de gaten. Ik zorg dat ik even langskom en maak er een hele mooie Sinterklaas van. Dankjewel. Wat vond je nou het allerleukste? Sinterklaas gezien. Er moest 3 weken op gewacht worden, maar zaterdag was het zover. De uitslagavond van de Boksterse quiz. Aan deze pittige quiz deden op 4 november zo'n 2000 mensen, verdeeld over 95 teams, mee. In activiteitenboerderij Het Dommeltje werd vrijdagavond de uitslag namens het organisatiecomité bekendgemaakt door Patricia van Amersfoort en Mark Kleutjens. Team 100% won de eerste prijs. Het prijzengeld van maar liefst 1000 euro is bestemd voor hockeyclub MEP. De runner-up, er is er eentje jarig, eindigde met slechts 1 punt verschil als tweede. En doneert haar prijs van 750 euro aan Boksels Harmonie. Tussen de dekens werd derde en schenkt haar gewonnen 500 euro aan Hospice Acacia. Er werden ook nog 7 prijzen van 150 euro uitgereikt voor de beste uitvoering van diverse opdrachten. Dit jaar was het een behoorlijke klus om de vele moeilijke vragen op tijd beantwoord te krijgen. Natuurlijk wilden de deelnemers na afloop van de prijsuitreiking dan ook graag hun antwoorden controleren. Elk jaar brengt Boksels Harmonie bijzondere muziekproducties op de planken.
Zo werd al eens een musicalconcert vertolkt, vond er een uitvoering in samenwerking met filmclub Bokstel plaats en afgelopen voorjaar was de eerste Maestro Bokstel te beleven. Zaterdag genoten ruim 200 bezoekers in de aula van het Jacob Roeland Lyceum van Licht uit, spot aan. Mijn naam is Jules van der Loo, ik ben dirigent van Boksters Harmonie. Wij brengen vanavond een geweldig muziekspectakel met het thema filmmuziek. En dat is een heel gevarieerd programma, want we beginnen voor de pauze met een vrij klassiek filmmuziekprogramma. Dus John Williams, Nino Rota en allerlei andere componisten zoals Bernstein, Elmer Bernstein. Nou, mijn naam is Nienke van Horen en ik kom uit Boksel. En ik zing vanavond 4 nummers. Respect van Aretha Franklin, Paparazzi en ik zing Son of a Preacher Man. En wij zingen samen nog, wat zingen we, hoe heet het? September. Ja. Van Earth, Wind & Fire, ja, inderdaad. Dat. Ja, en ik ben Dave Reinders, ik kom uit Eindhoven en ik zing 5 nummers, 6. Je hebt je ziek veel zin in. Hoe vond u het? Ik vond het fantastisch. Ik heb echt genoten. Ik ben een kenner. Ik speel zelf ook. En ik moet je eerlijk zeggen, het was, en zeker na de pauze, heeft me het programma, wat divers was, bijzonder aangegrepen. En ik vind het een fantastische prestatie. Zowel van de zangers, maar zeker ook van het orkest. Hoe vond u het? Mooi, heel mooi. Ontroerend. Een heel ander muzikaal evenement is de jaarlijkse presentatie van het carnavalsnummer van de Dorinis. Het duo ging zondag in Ons Café in Es helemaal los tijdens de presentatie van een nieuwe kraker. Met een line-up van verschillende artiesten, waaronder ook de Boksterse Roye Rico, werd het weer een dolle boel. Prins Ricardo van Ochelvorstenpoel ontbrak natuurlijk niet op dit feest. Met het uptempo nummer Los dompelen de Dorinis zich onder in de wondere wereld van de yoga. In Liemt was het zondagmiddag ook enorm druk en gezellig. Op initiatief van enkele lokale ondernemers werd voor de eerste keer een winterfair gehouden in onlangs geopende Liemse Hert. De pas gerenoveerde monumentale boerderij was omgetoverd tot een gezellige winterse markt, waarbij ook ondernemers uit de regio zich aansloten. Bezoekers konden er terecht voor allerlei cadeauartikelen. De organisatie spreekt van een geslaagde middag. Het bezoekersaantal oversteeg de verwachtingen dusdanig dat de Liemse Hert zowat uit zijn voegen barstte. In Liemt kon je dit weekend ook terecht voor heel ander soort aankopen. Iedere laatste zaterdag van de maand is het er Vogeltjesmarkt. Voor dag en dauw stallen hobbyisten en handelaren hun levend koopwaar uit op het terrein van handboogschutterij L'Union. Konijnen, ganzen en allerlei vogeltjes worden hier aangeboden voor de verkoop. Maar let op, wanneer je iets wilt scoren, moet je er wel vroeg bij zijn. We zijn vroege vogels, we beginnen op 's morgens om 7 uur. Dus en ja, hier buiten staan wat konijntjes, wat duiven. En binnen heb je de meeste vogels, hè. Alle andere pakieten, kanaries, tropische vogels, schoolzamendieners en dergelijke. Als u een vogel koopt, waar let u dan op? Vooral op de kleurstelling, of dat die goed is en of dat die goed in conditie is. Je moet dan zoeken naar een paar konijnen eigenlijk, man. Konijnen? Die zijn alle weg hier. De konijnen? Ja. Dat is bijna kerstmis, hè? Ja, daarom. Het kost normaal 50 euro, maar ik doe nog 5 euro wat voor die jongen. 5 euro maar? Ja, dat is genoeg, dat is 10%. 30 euro is goed. Verkocht?
Ja, er moet dan weer geld bij, maar ja, helaas. Nee, helaas pindakaas, dat zie je bij jou. Hoe gaat de verkoop? Ja, goed. Je kunt het zien, ik heb veel kooitjes leeg, dus ja. Gaat goed, altijd leuk hier. Ik gaf het koud en een broodje worst, dat gaat er altijd lekker in. Ik zie een vrouw. Ja, dat klopt. Het zijn toch bijna allemaal mannen hier? Ja, ik neem het over voor mijn vriend. Wordt er nou bij een vrouw meer gekocht dan bij een man? Nou, ik sta vandaag voor het eerst alleen en ik denk zelf wel, ja. Zijn er ook veel rare vogels hier binnen? Dit was DBC Nieuws van deze week. Wilt u nog eens terugkijken of wilt u deze aflevering delen met uw familie of vrienden? Dit kan via de website en Facebookpagina's van Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Dank voor het kijken en graag tot volgende week!